U ook een stukje? Dat is mijn laatste dag. Nou, dat begrijp ik, ja. Het is het gesprek van de dag op de pont tussen Eemdijk en Eemnes. Schipper Evert Holwerf vaart vandaag voor het laatst. Hij gaat met pensioen. En dat is na 28 jaar wel even gek. Nou, een beetje tweeslachtig, hè. Je sluit een periode waar je leven aan, eigenlijk, hè. Dus. Maar ja, dat hoort er helemaal bij. Er is tijd voor komen en tijd voor gaan. Van maart tot en met oktober stond hij hier 6 dagen lang op de plek wat ooit het decor was voor de clip van het bekende lied over de veerboot van Dr. Anders P. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Hier bracht hij ontelbaar veel mensen heen en weer. Ja, we zullen hem missen. Nou ja, kijk, ik vroeg al meteen of hij een opvolger had, want ik hoop niet dat het pontje uit de vaart gaat. Ja, dat hij ermee stopt, dat heeft hij verdiend. Evert is een van de 2 schippers van de pont. Daarom moet zijn collega Gijs Hartog op zoek naar een nieuwe schipper. En dat lijkt allemaal wel onder controle. Het is sneller een nieuwe pontbaas te vinden dan een nieuwe burgemeester in Bunschoten. En dus kan Evert met een gerust hart gaan genieten van zijn vrije tijd. Misschien nog een keer op vakantie. Ja, en dan kunnen we thuis nog wat rommelen. En ik heb een paar jongens die paar kleine klusjes hebben. Dus het eerste jaar verveel ik mij niet. Hey, tot ziens. Hele fijne tijd. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Met pensioen. Ja, bedankt.